Hey, en vet dat jij weer kijkt naar een nieuwe Feed the Beast. Zoals je het kan zien gaat het super rap als wij een dagje weg zijn. En dat kortom, we kunnen het gewoon verdubbelen nog even. We hebben twee keer zoveel sugarcane. Bijna wel, maar op zich, het is wel heel erg gunstig dat we nu een hele bult hebben dan. Want heel veel papier. Precies. Houd in hoe sneller wij een volledige crafting, of een, hoe heet dat nou, enchantment table hebben met boekie boekie erbij. Hoe sneller wij vette schiezel kunnen maken. Alleen je moet wel even goed kijken in die gootjes, want ze vallen soms in de goot. Ja, inderdaad. Stomme dingen. Ik zou deze wel even dichtmaken zo. Dan kan je makkelijk hier lopen. Hop, zo, hop, zo. Deurt weg. Heb jij alles? Nieuwe cactus. Ik heb alles. Echt niet. Ik heb er 45. Ik heb net van jou weer gepakt, omdat je gemist hebt. Maar dat maakt niet uit, we hebben genoeg. Oh, Janne. Hey, wat zijn nou de graan en dinges? Je moet er wel even goed naar kijken, wat de graan is en wat de wortels zijn. Oh, ik heb de wortels in één rij gestopt en een graan in de middelste rij. Oké, we hebben weer een koetje. Oh, nice. Dus hopelijk kunnen we zo snel mogelijk koetjes breiden. Ja, vast wel. Oh, oké, boeken moeten we maken. Ik heb nog 13 leather, dat is wel gunstig. Oké, we moeten denk ik wel voor wat meer vandaag? Hebben. Wat hebben we voor vandaag voor plannen? Kunnen we wel wat machines maken. Machines al gaan maken? Je hebt wel grootse plannen. Ja, natuurlijk heb ik dat. Nee, vind ik prima. Hoe groter de plannen, hoe beter natuurlijk. En we kunnen wel wat boekenkasten maken, dat is niet moeilijk, denk ik. Ik ben al bezig met de boekenkasten. Oké, okay, mooi. Ik heb al 15 boeken, dus ik zal ze even tussen wat hout neergooien. Hoppatee. Dan geef ik jou wat sugarcane, mag je hebben. Oh, wat lief. Wat lief. Zo. Even kijken hoe het met de kippen gaat. Zo. Oh, chips. Dit is niet handig. Ik heb twee boekenkasten in ieder geval, dus dat is al een begin. Hey, dat klinkt alsof je het er niet mee eens bent, vriend. Wat de fuck? Wat? Ik was kip aan het gooien. Dat is belangrijk werk, hoor. Ik moest me concentreren. Ik moest me even concentreren op het maar gooien van eieren. Maar ik heb een vakantiebaantje. Wat doe je dan? Ja, kippen gooien. Oké, ik heb 5 boeken. Die ga ik hier neerzetten. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kunnen we nog niet hoge levels trouwens. 11. Level 10. 11, ik heb 11 al gehad. Oké, maar dat is nog niet 12, genoeg. 12, 13. We willen natuurlijk wel 30 hebben, dan kunnen we Fortune. Maar ik vind het best wel een mooie plek zo, voor de boekenkasten. Weet je wat, ik ga gewoon beginnen met het maken van een batterij. Dat gaan we gewoon doen. Ja, want wat zijn we nou nog dingen? Je moet ook dat ding hebben wat de oors door tweeën hakt, toch? In dust maakt, hoe heet dat? Macerator. Oké, even kijken. Macerator. Welke moet ik hebben dan? De macerator, de rotary macerator of de automaat? Gewoon de macerator. Oké. Ik ga denk ik een machine frame maken. Volgens mij kun je... Ja, je kunt het ook doen met een machineblok. Hij verandert zeg maar de hele tijd als je het crafting als checkt. Hoe maak je machineblok? Is dat moeilijk? Refined iron. Maar hoe maak je refined iron? Weet ik. Ja, gewoon met iron in een furnace. Ah, super. Hop. Iron weer in de furnace. Oké, dan ga ik wel even kijken of we wat rubber kunnen krijgen. Rubber. We hebben bijna geen kool meer, wist je dat? Oh nee, bovenin zit nog meer dan genoeg. Never mind. Oh, ik heb refined iron gemaakt! Helemaal door mezelf, Mattie! Gefeliciteerd. Ja, oké, ik ga even kijken. Oh ja, je hebt alle furnaces al bezet. Ja. Maak gewoon een nieuwe. Ik heb geen tijd om te wachten, ik maak gewoon een nieuwe. Even kijken. Kobol. En dan maak ik van de furnace. Better than iron is de dus de. Oké. Ja, we moeten echt wel binnenkort gaan upgraden hier, hoor. I agree. Oké, even kijken. Oké, machine block heb ik nu. Oké, mooi. Dan ga ik even kijken of Flint ik rubber kan fixen. En
een advanced circuit. Zou je die moeten maken? Nee, wacht. Volgens mij kun je het ook met gewoon een circuit. We moeten in ieder geval eerst een gewone circuit maken. En dat is... Dat is met redstone, refined iron en copper cables. En ik zorg nu voor de copper cables. Oké. Ik ben bezig met rubber. De refined iron zit nog gewoon in de furnace. Ik geef jou wel een machineblok hier. Oké, nice. Alsjeblieft. Zo. Dank. Dan kijk ik even buiten hoe het hier is. Is goed. De sugarcane is nog normaal. Ik zou even wat van dit wheat weghalen. En weer plaatsen. Ik snap echt niks hoe van wheat werkt natuurlijk. Ho! Waar zijn monsters? Ik hoor monsters, maar... Oh, er zit er een in het water, dus geen probleem. Het is maar nee, maar ik kijk op de map en ik zie fucking veel monsters, maar... Oh, die zitten onder de grond, denk ik. Denk het ook, ja. Ja, sorry koetjes, jullie hebben net sexy gedaan, maar jullie willen niet nog een keer, blijkbaar. Vervelende koetjes. Nee, ze zijn moe. Moet je even laten rusten. Angry zombie. Oké, dan ga ik even een copper cable maken nu. Oké, ik heb zombie brains. Heel erg handig. Zombie brains. Oeh. Ouch. Ik laat een beetje allemaal creepers exploderen. Hey, het voordeel is, we hebben al koeien, dus ik ga gewoon de overige koeien die ik zie, ga ik gewoon killen voor leather. Is goed. Ja, ik heb ook nog ergens een waypoint met allemaal koeien, dus daar kunnen we dan nog even heen gaan. Ja, en dan slopen we die gewoon allemaal. Ik ben daar nu al, of weet je die? Nee, aan de andere kant. Aan de waypoint. Weet je zeker? Yep. Hier zie ik ook heel veel koeien. Ja, nee, er is nog een waypoint. Tenzij het trekkoeien zijn. Die heet het rondtrekken. Het zijn koeien-nomaden. Hoppatee, even wat rommel dumpen, anders kan ik niks oppakken. Zo, oké. Nee, hier zijn fucking veel koeien, I'm not joking you. Oké. Heel veel. Ze zitten hier echt in een stoet. Alleen ik word meer aangevallen dan dat ik kan vechten met een koe. Hoppatee, kom maar hier koe. Als jij mij ladder geeft, ben ik best wel blij. Aardig vragen en misschien krijg je. Hey, wist je dat we op de vorige Tekken server niet eens een enchantment table hadden? Nee, maar toen hadden we al betere gear. Toen hadden we dark matter en shit en... En nano armor, weet wel. En dat is allemaal veel cooler. Dat is waar. Maar ik vind het op zich best wel tof om weer een enchantment table te hebben. Ja, op zich wel. Om heel eerlijk te zijn. True. Verkeken. Lekker ouderwets enchant en zo. Nieuwer, we kunnen ook nieuwerwets enchanten. Wie? Nieuwerwets enchanten. Wat doet dat? Nou, dat is gewoon enchant, maar dan is het niet oud. Wauw. Derp. Oké. Het is hier wel kut om een macerator te maken. Of je gebruikt een advanced circuit en diamonds. Ja, dat zag ik ook al. Of je gebruikt een grinder. Alleen een grinder, die kunnen we nu niet maken, want daar heb je tungsten shit voor nodig. En dat hebben we nog niet. Nee. Mwee. Kortom, we moeten een fucking advanced circuit hebben. Daar hebben we glowstone voor nodig. Ik weet niet of we dat al hebben. Ja, dat hebben we. Oké, dat is goed. Waar is de glowstone? In een kist ergens. Oh, laat maar. Toch. Er is glowstone, sowieso. Even kijken, ik heb het. Ik heb heel veel koeien nu gekild al. Oh, ik zie nog een kudde. Glowstone. Nou ja, we moeten glowstone gebruiken, dus het is veel duurder geworden. Ik hou niet van dure dingen. Even kijken hoor. Waar de fuck is die koe? Lol, die zit gewoon bovenop. YOLO. Hop. Oké, even kijken. Flint hebben we ook nodig. Oh. En switch naar deze. Hoppatee! Ik heb 12 ladder nu alweer. Nice. 14. Hoe meer, hoe beter natuurlijk, hè? Yep. Kom hier, stomme koe. En de meestarter is af. Okay. Echt? Zo yep. Snel? Alleen nu moet ik nog een generator maken. Ik heb 14 ladder. Ik wil natuurlijk 15, want dan kan ik boekenkasten maken. Mm-hmm. Oké, 15 heb ik nu. Ik word alleen weer beschoten. Hoppatee, 16 heb ik nu.
Oké, ik maak het nog steeds. Oh, fucking veel varkens zie ik nu. Nou, daar hebben we niks aan, even momenteel. Zijn er ook koeien? Hallo, koeien. Koeien! Dit lijkt wel het varkenparadijs, joh. En dit is het varkenparadijs. Even kijken, tin. Oh, gelukkig hebben we dat. Echt, als ik kijk op mijn minimap rechtsboven, zie ik alleen maar fucking varkens. Allemaal killen. Wow, dit zijn echt enorm veel. Of je neemt er twee mee voor onze farm. Nee, maar dit is absurd. Dit zijn zo fucking veel varkens. Ik ga even hierheen kijken of hier wat is. Ik zie wel Endermans, maar volgens mij zijn die onder de grond. Die zijn we ook nodig, hè? Yep. Ja, anders kunnen we de End niet vinden. Precies. Zijn we nog inktzakken nodig? Ja, misschien voor later. Dus dan kan dat later ook wel. Oké, ik heb ook een generator gemaakt, dus we kunnen het neerzetten. Alleen ik weet niet waar we het gaan neerzetten. Ja, jij hebt nog geen huis. Ja, we hebben nog geen huis. Dan zetten we het buiten neer, laten we het lekker vol regenen eerst. Nou, dat is wel goed. Ik heb geen idee. Ik denk dat dat wel mogelijk is, toch? Ja, alleen dan zijn er wel allemaal monsters buiten die het kunnen laten ontploffen. I don't care. Okay. I love it. Oké, okay. Dan mag jij nieuwe maken als het ontploft. Oké. Okay. Kan het door de regen ontploffen dan? Nee, niet door de regen, maar wel door creepers. Oh, zo. Nou, oké, ik zet het hier neer. En dan... Ik ben bijna weer bij je. Ik ga even wat kool in stoppen. Ik heb 16 ladder, dus daar kunnen we weer wat mee maken. Oké, de macerator is fully operational. Nice. Dus als we daar nu stuff in gooien, dan krijgen we een keer 2 dust. Ja, dan krijgen we dust en dan moet hij nog wel een furnace. Oké, ik had van jou sugar canes gekregen. Mm-hmm. Hoppatee. Oké, ik maak ook wel even een furnace nog. Even kijken hoe ik dit ga aanpakken, want... Eerst even wat spul storagen. Wat dirt en zo. Hoppatee. Even kijken, ik moet een boek maken. Boekie. Oh ja, zo. Dan noemen we de ladder er bovenop. Hoppatee. 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 Ik heb weer 16 boeken. Nice. Wat ik nodig heb is hout. Hout. Oh, ik moet niet zo. Oh, bereid je voor. Oh, nu komt het. Oh, gelukkig niet. Phew. Gewoon dat moment dat je moet niezen en dan komt het gewoon niet. Ja, ik voelde me helemaal zo kietelen, jeuken, vervelend niche komen. Weet je, ik zal even een levensreddend feit geven. Oh. Als je je niche inhoudt, kun je doodgaan. Echt? Ja, dan kan er een adertje knappen in je hoofd en dan kun je doodgaan. Nice, fijn om te weten. Ja, dus niet doodgaan. Nee. Dat is mijn tip. I will. I won't. Oh, je hebt hier een boek laten vallen trouwens. Ja, dat weet ik. Anders had ik geen inventory space. Maar hij is level 20. Oké, okay, nice. Dan hebben we hem bijna af. We moeten sowieso nog wel... sowieso nog wel wat boekenkasten. Maar het nadeel is... Is dat we die koeien niet zo snel gaan krijgen. Die koeien moeten echt gefokt worden als de neten. Yep. En ik weet niet eens of ze nu al wel weer willen seksen. Dan gaan we naar de geheime koeienplek van mij. Als ze daar nog zitten dan. Ja, en dan zul je zien dat net de koeienplek is die ik heb uitgeroeid. Nee, vast niet. Jij hebt waarschijnlijk andere koeienplekken gevonden. Ja, we hebben weer een kalfie. Hoppatee. Mooi. Oh, ik heb ook nog allemaal eieren, dus als ik die even gooi... Nou ja, dan ga ik jullie allemaal hartstikke bedanken voor het kijken weer naar een nieuwe VTBeast. Vergeet even niet op het duimpje omhoog te drukken, te abonneren op mijn kanaal, dus Durms, en op Werd Jij Pro Games. Zeg ik tegen jullie tot de volgende keer en... Ciao!